Fit met Universiteit van Nederland. Een topfit lichaam, dat wil jij toch ook? Maar waar begin je? Stel dat je met slechts 10 minuten trainen topfit kunt worden. De Universiteit van Nederland duikt de sportschool in met onderzoeker Meerwijs Merab van de Universiteit Utrecht. Hij stelt voor ons en voor jou deze razendsnelle en wetenschappelijk verantwoorde workout samen. Dus doe vooral mee. Ik heb nu een workout voor jullie in elkaar gezet waarbij ik denk dat je in heel weinig tijd heel veel effect kan bewerkstelligen. Meerwijs kan het weten. Hij is sportarts in opleiding en drievoudig Nederlands kampioen Olympisch gewichtheffen. Dit is zijn ideale workout in 10 minuten. Dat hou je makkelijk vol, toch? Wij dagen je uit. Doe mee met deze workout. Kan gewoon thuis of in de sportschool. Alles wat je nodig hebt is een gewicht of een ander object van 5 kilo. De workout bestaat uit 4 oefeningen en deze set oefeningen herhalen we zo vaak mogelijk binnen 10 minuten. Redacteuren Anouk en Lisa doen met je mee. Oké, zometeen beginnen we met de push-ups, hè? Dus ga maar alvast klaarzitten als je wil. 12 in totaal of 6 per persoon. Ready? Dan gaan we in 5, 4, 3, 2, 1. En go! Je mag je armen onder je schouders brengen. Ja, en je borst moet helemaal de grond raken. Als een gewone push-up nou te lastig is, dan kun je ook op je knieën zitten. Of steun op een bank en laat jezelf omlaag zakken en duw je weer omhoog. Dus je komt gewoon zo diep als je kan, dan kom je omhoog. Oké, 6 gedaan. Gaan we door naar de dumbbell snatch. Met 1 hand til je de dumbbell, je gewicht, vanaf de grond recht boven je hoofd. Dus je pakt met 1 hand de dumbbell, rug rechtop, schouders net over de dumbbell. Je trekt hem in 1 beweging boven je hoofd. Dan leg je hem neer, wissel je van hand, doe je hetzelfde. Gaat dit nou heel goed, dan kun je hem eventueel in de lucht overpakken. Beide koppen van de dumbbells moeten de vloer raken. Ga vooral rustig door met deze oefening. Meerwijs, de perfecte workout, hè? Wat houdt perfect dan in? Ik kan natuurlijk niet voor iedereen bepalen wat perfect en ideaal is, maar ik kan je wel vertellen wat ik denk dat ingrediënten zijn voor een hele goede, ideale of misschien zelfs perfecte workout. Dus we hebben type en welke oefeningen we doen. De elementen van de bewegingen die terugkomen, zoals elementen uit gewichtheffen, turnen en iets conditioneels. En tot slot, heel belangrijk, het derde, hoge intensiteit. Gaan we zo mee verder. Eerst de derde oefening, goblet squats. Met beide handen hou je het gewicht aan de bovenkant vast, alsof het een beker is, voor je borst. Je gaat met je voeten net ietsje wijder dan schouderbreedte staan, borst rechtop. Ga je recht naar beneden en recht omhoog. Je komt met je heup onder je knieën en je komt recht omhoog. 16 in totaal of dus 8 per persoon? Ja, en wissel. Maak op deze manier je serie goblet squats af met het gewicht heel in je goed. Hand. Je staat nu met je voeten een beetje naar buiten. Maak ze maar ietsje recht, keurig. Oké, zo gaat hij goed. Recht naar beneden, recht omhoog. Nog een keer recht naar beneden, recht omhoog. Perfect, hou je borst recht op. Hopelijk ben jij de tel niet kwijt, zoals wij. 7, hoop ik, en 8. Oké, goed. En dan gaan we door met de fiets. Tegelijk, let's go. Het idee van de fiets was eigenlijk dat je iets conditioneels doet of iets waarbij je je conditie verbetert door dat te doen. Je zou bijvoorbeeld burpees in plaats daarvan kunnen doen. Daarbij spring je omhoog, naar beneden voor een push-up en je springt weer terug omhoog. Maar je kan ook 200 meter rennen. Een rondje om het blok bijvoorbeeld. Ook als je geen fancy fitnessfiets hebt, kun je meedoen. Ja, en even goed aanzetten, want we hebben hoge intensiteit nodig. Kijk, wat voor mij bijvoorbeeld hoge intensiteit is, kan voor iemand anders helemaal niets voorstellen. En maar voor hetzelfde geld kan het voor een andere persoon veel te hoge intensiteit zijn. Als in echt maximaal. Dus intensiteit is heel erg afhankelijk van het individu. Het gaat erom dat jij als individu in je workout, in mijn ideale workout, eigenlijk je grenzen opzoekt. Dat je voor jou doen zo hard sport dat je het net aan kan. Oké, als je 90 calorieën hebt verbrand op je fitnessfiets of zo'n 200 meter hebt gerend, dan zijn we klaar met de eerste set van alle oefeningen. Doe jij ook nog mee? Lekker bezig! Heb je 9 gehad? Ja, oké. We beginnen weer van vooraf aan bij de push-ups. Dan gaan we weer door met de push-ups. Meerwijs koos deze oefeningen om je lichaam klaar te stomen voor, ja, voor je dagelijks leven.
Stel dat ik boodschappen ga doen, dan moet ik in sommige gevallen zware boodschappentassen tillen. Dat is dat gewicht heffen. Gedurende de dag ben je natuurlijk continu met je eigen lichaamsgewicht bezig met lopen, zitten, staan. En controle daarvan oefen je door turnachtige bewegingen te doen, zoals push-ups, pull-ups en squats. En tot slot, af en toe moet je de trein of de tram halen. Dan is het natuurlijk wel fijn als je even aan kan zetten. Nog even doorzetten met die push-ups. Kom op! De laatste! Ja, wordt zwaar, hè? Ja, ja. Oké. Goed. Terug naar die dumbbell snatch. Jullie mogen allebei 7 keer de dumbbell snatch doen, tegelijk. Let's go. Dat was dus dat gewicht boven je hoofd tillen vanaf de grond. Eerst de ene arm, dan de ander. Niet rusten, meteen door. Hoge intensiteit, weet je nog? En dit is waarom. Als wij rondjes om het gebouw zouden wandelen, dan gaat er niets in ons lichaam een signaal geven, of aan je hersens of aan de spieren, om iets te verbeteren. Op het moment dat wij op hoge intensiteit dat zouden doen, als wij onze grens opzoeken, geven we een signaal aan ons lichaam, aan onze hersens, dat we graag meer willen hebben. En ons lichaam is daar heel flexibel in en die zal zich daar dan op aanpassen. Op het moment dat je traint, dan zorg je er eigenlijk voor dat je jezelf tijdelijk wat schade, op spierniveau geringe schade maakt, wat je spier kan hebben. En het idee is dat je door het herstel daarvan uiteindelijk sterkere of soms zelfs meer spieren kan creëren. We gaan weer terug naar de goblet squats. Met het gewicht voor je borst door de knieën. En je mag dus inderdaad best een beetje spierpijn krijgen. Het is wel belangrijk dat je dat op een manier doet waarop je dat opbouwt. Als je dat in één keer te veel, te hard of te snel doet, dan overbelast je. En dan kun je je voorstellen dat de schade te groot kan zijn of soms te lang aan kan houden. En of in een heel vervelend geval zelfs tot een blessure kan leiden. En dat zou zonde zijn. Dus het is belangrijk om je te laten begeleiden door een goede coach. Zodat jij dat trainen, dat je jezelf eigenlijk overloadt. Dat je jezelf een heel klein beetje overbelast. In kleine en in goede stapjes doet. Om uiteindelijk sterker en fitter en sneller te worden. Inmiddels zitten we weer op de fiets. Of ben je aan het rennen of burpees aan het doen? Hou je het nog vol? Onze redacteuren beginnen het in elk geval behoorlijk zwaar te krijgen. Oké, nog 4,5 minuut. Kom op, zet even aan. Let's go. Kom op, zet aan. Kom op, je kan het. Nog 4 minuten, ben je van me af. 4 minuten waarin je ook nog wat wetenschap meekrijgt. Meerwijs, wat doet dit met ons lichaam? En bij het conditionele stuk daag je eigenlijk je hart- en vaatsysteem en je longen en je spieren uit om continu de inspanning te kunnen blijven leveren. Je merkt hoe langer je het doet, hoe meer vermoeid je wordt. En op een gegeven moment lukt het zelfs bijna niet meer. Dus je hart moet heel veel volume rondpompen om uiteindelijk het zuurstof te verplaatsen naar de spier. In de spier wordt het zuurstof door een heel complex proces eigenlijk omgezet tot energie. En dat wordt weer uitgescheiden en dat adem je weer uit in de vorm van koolstofdioxide. Dat is even heel kort door de bocht wat er op biologisch en fysiologisch niveau gebeurt. Op het moment dat je je conditie oefent, probeer je dat proces te optimaliseren. Klaar met de fiets? Weer van vooraf aan opdrukken. En door, kom op, niet rusten. Kom op. Meerwijs legt uit welke spieren je traint. Zie je regelmatig dat met een pushbeweging dat de borst, de schouder en de triceps aangepakt worden. Met een pullbeweging meer de rug en in sommige gevallen de biceps. En met de squats natuurlijk de benen. Misschien ben jij deze workout aan het doen met een vriend of een vriendin. Onze redacteuren, die zijn in elk geval samen. En dat is niet zomaar. Ik denk, en we weten dat als je met elkaar sport, dan kun je elkaar motiveren. Dus als jij het even zwaar hebt, dan kan iemand anders jou helpen. En vice versa. En voor hetzelfde geld is het de volgende keer natuurlijk andersom. Je hoeft minder op je zelfdiscipline te knallen. Je kan je wat meer laten aanmoedigen en laten dragen door de groep. En men vindt ook over het algemeen trainen in een groep veel leuker. Dus die fun factor is ook heel belangrijk. En zo haal je ook meer voldoening en plezier uit je training. Die motivatie, die is hard nodig in de gym. Dus let's go. We gaan weer door met de dumbbell snatches. Netjes het gewicht boven je hoofd tillen. 2,5 minuut. Here we go. Come on! Zometeen mag je rusten. Niet eerst oppakken. Kom maar. In één keer boven je hoofd. Kom maar. Redacteur Anouk, die zit er echt al wel doorheen. En dat met nog maar 2,5 minuten gaan. En Lisa, die knalt gewoon lekker door met haar oefeningen. Lekker bezig. En jij thuis ook nog even volhouden. Kom op. Nog 2 minuten. In 1 beweging. Niet pauzeren. Door, 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 door. Perfect. Oké. Nu moet je je buddy aanmoedigen. Hou je buddy terug in de ring. Gewoon rustig bewegen. Gelukkig halen Lisa en Meerwijs Anouk er weer bij. Nog heel eventjes. Je kan het! Kom maar, dus dan doen we er niet.
7, maar dan doe je de 3. Kom maar. 3 herhalingen. 1. Moet je buddy aanmoedigen? Ja. Yes. Ga jij. Meerwijs heeft tijdens de workout Lisa en Anouk de oefeningen laten verdelen. En om het even haalbaar te maken voor allebei, doet Lisa een paar oefeningen extra. Heup onder de knieën, helemaal opstaan. Here we go. 14 goblet squats nog. Dat is beter. Knieën naar buiten. Oké, klaar. Rust voor jou. Laatste minuutje. Nog even volhouden. En dan Meerwijs. Zijn we dan echt fitter? We weten uit de wetenschap dat hoogintensiteit training zowel je korte als lange duurvermogen en je fitheid kan verbeteren. Dus dat is top. Wat we ook weten is dat hoge intensiteit nodig is om een trainingsprikkel te behalen, adequaat genoeg om jou te doen groeien. Oké, bijna klaar. En dan? Ik denk wel dat je een hele goede workout hebt gedaan. Dus nogmaals, de ingrediënten voor een goede of een ideale workout zijn onder andere de type bewegingen die je doet. Hè? Dus pushes, pulls en squats. Wat voor bewegingen het zijn, hè? Dat waarbij een extern object controleert gewicht heffen, je eigen lichaam controleert turnen en iets conditioneels. En tot slot de fun factor. Volgens mij vonden jullie het stiekem heel erg leuk. Jullie hebben elkaar een beetje de tent uitgelokt, maar elkaar ook zeker geholpen. Dus dat zijn mijn 3 ingrediënten voor een goede, ideale of zelfs perfecte workout. Hou vol, je kan het. 10 seconden. Kom op, over de 6. Hou vol. Gaat goed. Over de 50 keurig. Ja, lekker. Kom op. 1 en klaar. Goed gedaan. Je bent nu echt fitter dan 10 minuten geleden, volgens de wetenschap. Nou, welkom terug in de gym. En wil je nou nog fitter worden? Je kan deze aflevering gewoon blijven herhalen. We hebben ook een versie zonder alle wetenschap, waarin we je stap voor stap door de oefeningen praten. Alle info over de workout vind je ook in de beschrijving. Lekker bezig! Hey, wij zijn de Universiteit van Nederland. Dit is serious business. We bestaan 10 jaar en gaan dat vieren. Super fijn. Wil je live colleges volgen, vol met experimenten? Ja. We komen naar meer dan 20 theaters in het hele land. Ook bij jou in de buurt. Wat kunnen we eraan doen? Tickets zijn te vinden op universiteitvannederland.nl/theater. De mensen deden er alles aan om zo'n kaartje te bemachtigen. Tot dan, gezellig.